Goedendag lieve schorpioen. Welkom bij de algemene tarotcoaching voor sterrenbeelden. Voor de nieuwkomers zeg ik het er toch maar weer bij. Het is een algemene reading en kan nooit voor elke schorpioen een boodschap bevatten. Alleen een persoonlijke coaching gaat helemaal over jou. Waar jij op dit moment staat, die garantie, die kan ik je geven. Maar bij deze dus niet. En ben je echt afhankelijk van de synchroniciteit eigenlijk. Hè? Als je voor open staat om boodschappen van de bron te ontvangen, dan kan het maar zo verrassend zijn en lijken alsof deze reading echt voor jou is gelegd. Zeker als je open staat voor antwoorden. Oké, de kaart die nu valt wordt leidraad voor deze reading. De schorpioen. Eentje graag. Leidraad voor de schorpioen. Het duurt even. Oh, nee. I'm so sorry. Een heel pakket. Eentje graag. Ja. Ja. Reizen. Op je pad zijn. Op je pad proberen te blijven. En op dat pad word je geleid als je daarvoor open staat. Jouw spirituele reis. En zolang jij je laat leiden, dan is dat pad... dat kan soms best zwaar zijn. Maar omdat je leiding krijgt, dan krijg je niet keiharde levenslessen. Ga je van het pad af... Dan kun je hele zware levenslessen krijgen. Wake-up calls. Om jou weer terug op het pad te krijgen. Jouw spirituele zielenpad. Oké. We gaan eerst een kaart voor zelfliefde eruit trekken. Voor de schorpioen. Beweeg. Zo kom je verder. Sta niet stil in je ontwikkeling. Sta niet stil in je groei. Beweeg fysiek, maar ook emotioneel en geestelijk. Spirit. Bewegen. Kom in beweging. Sta niet stil. Stagnatie op je pad is het ergste eigenlijk. Waarmee je het meeste lijden schept. Daarom zeg ik erg. Lijden, isolement, eenzaamheid, ontevredenheid, dat soort dingen. Situatie wat dwars ligt, waar het bewustzijn zicht op heeft, onbewust. Recente verleden, mijn excuus. Advieskaart daarbij, toekomst, jij, invloed van anderen, hoop en vrees. En de conclusie. Loslaten. Maar dan moet je wel het onbekende in. En oh, dan zit je van angst. Hier ligt een druppel op een blad. En die staat op het punt van het blad af te vallen. En voordat je dan in het één zijn, wordt opgenomen. En dat kun je dit als symbolisch zien. Hè? Ja, dan moet je een weg afleggen en dat is onbekend. En ja, in het boekje staat ook van, ja, die druppel die siddert van angst om dat onbekende in te gaan. Oké. Ik doe het toch even over, want eentje even, please.
Eentje. Ja. Die gaan er mooi uit. Ja. Wow. Oké. Okay. Verklaarde kaart, advieskaart bij je toekomst en een verklaarde kaart bij jou. Dan gaan we voor de schorpioen. Ervaren. Recente verleden. Je bent in iets gezet om te gaan ervaren. Je bent een wijze ziel. Je bent een wijze ziel, maar jouw onschuld is wel aangetast. De onschuld van het kind is aangetast. Koesterende zorg voor jezelf. Moederenergie. Geduld met jezelf. Maar de vrouwelijke energie, die is belangrijk. Innerlijk kindwerk. Jezelf koesteren. Heel goed voor jezelf zorgen. Zacht zijn voor jezelf. Gebruik maken van de maanfase. Zwangere vrouw, symboliek, handen koesterend op de buik, zwanger, innerlijk kind, moederenergie. Maar als je een bepaalde moeder hebt gehad, of een vader in die vrouwelijke energie, die, ja, waarbij je onschuld als kind is aangetast, dan, dan kan het zijn dat jij in je latere leven vast komt te zitten. Je creativiteit ligt dwars, dus die komt niet tot uitdrukking. Je zit in projectie. Je projecteert je eigen pijn, je eigen issues op anderen in relaties. Wat voor relatie dat dan ook is. Dat kan een vriendschapsrelatie zijn of familierelaties. Dus het is heel erg belangrijk voor jou, lieve schorpioen, om het projectiemechanisme helemaal duidelijk te krijgen. Met het projecteren ga je een ander eigenlijk verantwoordelijk maken voor wat jij eigenlijk zelf schept. Ja, je houdt alles onder macht en controle. Je beheerst je emoties. Maar ondertussen probeer je een Boeddha te zijn. Een lichtwezen te zijn, verlicht te zijn. Maar ondertussen heb je gebalde vuisten en moet alles eigenlijk het liefst lopen zoals jouw ego het wil. He, en dat kan niet. Je kunt, je bent op pad, je bent op reis en je moet in beweging zijn. En niet star vasthouden aan wat je weet, wat je denkt. Maar ook je emoties dus beheersen. Dat staat in dit boek. Want van buiten doe je dan net alsof je een roos bent. Ik zal hem erbij pakken, want dit is heel erg belangrijk. Die controle, die zal zich dan ook uiten in andere dwang. Dwang wat je zelf oplegt. Beheersing, eens even kijken. 124. Kijk, door jezelf te beheersen ontgaat je volledig wat het leven te bieden heeft. Want je vergeet helemaal van het leven een feest te maken. Hoe kan je het leven vieren als je jezelf zo in bedwang houdt? Probeer niet bijvoorbeeld geduldig, liefdevol, geweldloos of vreedzaam te worden. Probeer dat niet. Als je het probeert, ga je jezelf dwingen en word je een huichelaar. Zo is de hele religie een schijnheilige vertoning geworden. Van binnen ben je anders dan jij je naar buiten toont. Je glimlacht terwijl je van binnen voelt dat je iemand wel zou willen vermoorden. Binnenin je blijf je met alle troep zitten. En vanuit het onbewuste, vanuit die troep, dat ga je dan ook projecteren op anderen. En dan ga je een ander eigenlijk verwijten maken. Om te beginnen is het belangrijk dat jij jezelf op dit moment helemaal accepteert zoals jij op dit moment bent. Als jij nog niet geweldloos denkt of voelt, of nog niet liefdevol denkt of voelt, of niet vreedzaam denkt of voelt, en nog niet geduldig bent,
accepteer dat dan. Accepteer die feitelijkheid ervan. Accepteer dat het op dit moment is. Het is niet je ware zelf. Maar je moet eerst accepteren en van jezelf houden zoals het op dit moment is. Want als jij binnenin met jouw troep blijft zitten en naar buiten toe blijf je een aangename geur verspreiden, van binnen stink je dan en naar buiten wek je de illusie dat je een roos bent. Onderdruk nooit iets. Onderdrukking is de grootste ramp die de mensheid heeft getroffen. Dat is gebeurd om hele mooie redenen, want je kijkt naar een Boeddha, zo stil en onverstoord, en je voelt de wens in je opkomen om ook zo te zijn. Hoe word je dat? Je gaat proberen een stenen beeld te worden. Telkens als zich een situatie voordoet die je evenwicht kan verstoren, houd je jezelf in, je beheerst jezelf. Het is een smerig woord. Dus, met betrekking tot invloed van anderen, wat anderen voor invloed op jou hebben gehad, het verleden. Ook anderen die bijvoorbeeld een positieve invloed op jou zou kunnen uitoefenen. Dan komt luiheid bij jou tevoorschijn. Het ego die eigenlijk achterover wil leunen, die wil niet groeien, die wil niet verder in beweging komen. Die wil achterover leunen en liefst een cocktail drinken. Maar de spiegel is naast je aan het breken. En dat wil zeggen dat de wet oorzaak en gevolg gaat gewoon door. Dus als jij niet goed voor jezelf zorgt, dan alles wat je opgebouwd hebt of denkt te kunnen hebben, ja, dat gaat breken. Hè? Wat jij denkt, voelt en doet, dat heeft consequenties. Hè? Als jij heel positief bent en liefdevol naar jezelf en jezelf alles geeft wat je nodig hebt, ja, dan is het gevolg gezond. Maar als jij slecht voor jezelf zorgt, jezelf vernietigt bijvoorbeeld, omdat je alles wil beheersen onder controle te krijgen en naar de buitenwereld iets wil laten zien wat je eigenlijk nog helemaal van binnen niet bent, ja, dan krijg je uiteindelijk harde levenslessen. Omdat je de dingen eigenlijk niet wil zien. Hij heeft ook een zonnebril op. Hij staat symbool voor zwarte glazen eigenlijk. Hè? Ik wil niks zien. De hoop is dat je naar de bron gaat luisteren. Naar de goddelijke leiding gaat luisteren. Die zit in jou. Maar het kan ook zijn dat er iemand op je pad is gestuurd om invloed op jou uit te oefenen. En jou wegwijs kan maken om het grotere plaatje te zien. Om het van grote, al die mogelijkheden te zien. Adelaar. Dan, kijk, als je hier loopt op dit pad, ja, dan zie je maar beperkt, hè. Want je kunt niet zo ver wijd zien. Maar als je het van boven af bekijkt, hè, kijk maar als je er uit een vliegtuig kijkt, hoe ver je kan kijken. Nou, dit is de symboliek van zie het hogere plaatje, zie het goddelijk plaatje, het hogere plan. En er zijn veel meer mogelijkheden dan dat jij denkt. Dat is voor jou. Idee zegt ook van, ga meer van jezelf houden. Ja, advies kan daarbij in toekomst naar emotionele volwassenheid toe groeien. Want je bent ergens blijven steken. Met waar jouw onschuld steeds meer is aangetast als kind. En jij niet de koesterende zorg hebt gekregen als kind van een wellicht liefdevolle moeder of een vader die ook die capaciteiten in zich heeft. Hè. Dat kan. Hè. Je hebt ook vaders met een liefdevolle vrouwelijke energie, met veel geduld of koesterende zorg. Als je dat niet hebt gekregen, dan blijf je op een bepaald level hangen en heb je nog niet die volledige emotionele volwassenheid bereikt. Iemand die emotioneel volwassen is, projecteert niet meer de eigen pijn op anderen. Maar eigenlijk moet je, lieve schorpioen, kom uit je luie stoel en laat die cocktail eens staan. En doe je slofjes eens uit en kom in beweging. Kom in beweging om te groeien. De architect op de kop. De architect op de kop. Jij regisseert dus niet je eigen. Jij bouwt dus niet je eigen leven. Je schept het niet zelf. Dat is wat mij nu naar binnen schiet.
Ja, jij bent jouw geloof in je eigen talent en autoriteit verloren. Je hebt de neiging om steeds op te geven. Maar deze zegt, don't give up. Het is tijd om wakker te worden voor wat jij in huis hebt. Your power and work the plan. Het goddelijk plan. Ga daarvoor. Maar the plan is in a state of collapse. En dat maakt niet uit. Start a new one. Begin opnieuw. En overweeg welke actie je moet nemen om opnieuw je eigen architect te worden. Van je eigen leven. Fated meeting. Een ontmoeting. Kijk, dit is met een man en een vrouw. Dat kan zijn dat er nog een ontmoeting voor je is weggelegd in dit leven. Voor wat betreft een liefdesrelatie. Maar het kan ook een karmische ontmoeting zijn. Wat eigenlijk voor jouw karma is bepaald. Ik zal hem erbij pakken. De klok staat om bijna 12 uur. En deze zegt van, een hele belangrijke relatie is er in je leven of komt eraan. Het is een bestaande relatie die op jou kan upliften naar een hogere ervaring. En heeft ook met karma van vorige levens te maken. Wat jullie samenbrengt. Het is belangrijk om alert te zijn op een dergelijke relatie. En hou je individuele en collectieve groei een prioriteit. En neem actie om veel compassie met jezelf en de ander te hebben. Als je beide je karmische koers eert, dan kan dit een hoogste relatie zijn en ook een hoge vriendschap. Dus het hoeft geen liefdesrelatie te zijn, kan wel, maar in ieder geval een karmisch iets. Een ontmoeting die plaats moet vinden. Kijk, want deze zegt, het kan with another about a, this card can also show a faded meeting with iemand die, even kijken, een spiritueel leraar is, spiritual teacher, a brother or a sister, publisher. Hè? Dus het kan ook iemand anders zijn die heel belangrijk is. En die jou kan leiden naar die emotionele volwassenheid. Een higher experience uplifting. Surrendered spirit. Ja, en die zal dan ook zeer zeker door spirit gestuurd zijn. En deze zegt ook, stem veel vaker af op de bron. En heb je een vraag? Echt een vraag over je leven? En dan moet je dit wel loslaten. Moet je ook overgeven aan een antwoord. En echt van de luie stoel af willen komen. Dan zeg je, nee, ik wil nu alles horen wat voor mijn groei noodzakelijk is. Om in beweging te komen. Hoe moeilijk het ook is voor het ego om te horen. En dan dat gebed plaatsen. En wachten tot dat spirit naar jou komt met het antwoord. Maar wat ook erg belangrijk is, is veel rust nemen. Want om een burn-out te voorkomen. Want je bent al, je zit aardig vast. Maar deze zegt bewegen. En deze zegt rest and sleep. En dat is niet tegenstrijdig aan elkaar. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Je geest tot rust brengen. Goed slapen. En op tijd je rust nemen. Maar ook daarnaast yang-yin in beweging zijn. Zowel fysiek,
emotioneel als geestelijk. Niet achteroverleunen. Dat was het. En als ik jou daarbij kan helpen, als ik die fated meeting ben, ja, die spirituele leraar, kom dan bij me. Ik kan jou verder helpen op je pad. Als jij het antwoord wil weten, natuurlijk. En ook dan de leiding, de adviezen wil opvolgen. Hè? Want als jij je eigen koers wil blijven varen, dat is die controlekaart, ja, dan gaat het niet werken. Overgeven, dat is de sleutel. Dank voor het kijken, lieve schorpioen. En ik wens je een fijne maand. En tot volgende maand. Heel liefs. Bye bye.